Hoe probeert een politicus jouw stem te winnen? Dit is de Universiteit van Nederland. Eens in de vier jaar zetten politici alles opzij met één doel voor ogen: het winnen van het vertrouwen van zoveel mogelijk kiezers. En in dit college beantwoord ik de vraag hoe politici dat tijdens de campagne voor elkaar proberen te krijgen. Hoe probeert een politicus? Jouw stem te winnen. Ik ga het hebben over direct contact tussen politici en kiezers, over de rol van televisiedebatten en over het belang van een goed geformuleerde politieke boodschap. En aan het einde van dit college weet je niet alleen wat je in huis moet hebben om een succesvolle campaigner te zijn, maar weet je ook dat onze democratie niet in beton gegoten is. Ik ben een historicus en ik wil jullie laten zien dat we eigenlijk telkens opnieuw politici en kiezers. Aan het uitvinden zijn hoe we ons tot elkaar willen verhouden, hoe we met elkaar in contact willen komen. En ik begin met het directe contact tussen politici en kiezers. Waarom vallen politici ons zo graag lastig op straat? Je kunt eigenlijk tijdens de campagne nauwelijks nog rustig de stad in om even boodschappen te doen, of je wordt alweer aangeklampt door een politicus die een praatje met je wil maken, die je een pamflet in de handen wil duwen of die je een roos wil overhandigen. Waarom doen politici dat? Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat dat deels uit wanhoop is. Wanhoop, want er komt niemand meer naar die verkiezingsbijeenkomsten van ze toe. Daar zitten alleen de diehard partijleden. Dus als je kiezers wil spreken, ja, dan zul je ze op moeten zoeken. Dan moet je naar ze toe. Maar het is niet alleen uit wanhoop. Het is ook die trektocht door het land een soort ritueel. Het is een soort. Carnaval, waarbij wij als kiezers voor even de prins zijn. En eens in de vier jaar springen politici in die leeuwenkuil, trekken ze het land in, gaan ze de confrontatie met de kiezer aan. En dat is dus voor ons als kiezer het moment om die politici eens flink het vuur na aan de schenen te leggen. En dan moet je dus als politicus laten zien dat je daarmee om kan gaan, dat je kunt luisteren, dat je kunt incasseren. Maar ook dat je de kiezer kunt ontwapenen met een grap of liever nog met een goed antwoord. Nou, dit soort direct contact tussen politici en kiezers dat was 150 jaar geleden echt volstrekt ondenkbaar. Torbekke, dat is de man die de basis legde eigenlijk voor het bestel zoals we dat nu nog steeds hebben. Torbekke meet de kiezer als de pest. En hij was er zelfs trots op dat hij nooit campagne voerde. En hij was trots omdat hij dat associeerde met corruptie. Want als je met de kiezer gaat praten, voor je het weet, heb je allerlei beloftes gedaan. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Want wij als kiezer hebben maar één taak: onze stem uitbrengen op een man, een bekwame man, die dan in Den Haag het algemeen belang zal behartigen. Dat veranderde tegen het einde van de 19e eeuw. Toen kwamen nieuwe politici naar voren. Mannen die zich echt onderdompelden in het volk. Mannen zoals Pieter Jelle Troelstra en Abraham Kuiper. Voormannen van een echte politieke gemeenschap. Troelstra van de arbeiders en Kuiper van de orthodox-protestanten. En in verkiezingstijd mobiliseerden ze die hele gemeenschap om samen met hen de straat op te gaan en campagne te voeren. Na 1918 veranderde dat weer, want toen werd het electoraat enorm uitgebreid. Algemeen kiesrecht ook voor vrouwen. Dus partijen gingen op zoek naar een nieuwe manier om zoveel mogelijk kiezers in één keer te bereiken. En ze kwamen uit bij het organiseren van massa bijeenkomsten. Duizenden mensen samengebracht in een zaal en dankzij de uitvinding van de microfoon kon je ook als politicus die mensen toespreken zonder je stem te verliezen. Het waren wel vooral mannen, want vrouwen zouden niet van die rokerige bijeenkomsten houden, dus die gingen daar niet naartoe. Maar die mannen die daar zaten, die werden wel flink op de proef gesteld, want eh, zo'n toespraak van een politicus duurde gerust twee uur. Stel je voor dat je nu twee uur naar Sybrand Buma of Emile Roemer moet luisteren. Nou, dan hadden die kiezers op een gegeven moment inderdaad geen zin meer in, want in de jaren 50 en 60 werden die zalen leger en leger. En toen brak dus voor die politici het moment aan om ons dan maar op te zoeken. En toen begon die trektocht door het land die je elke campagne weer ziet. En het liefst hebben dan politici ook nog wat journalisten in hun kielzorg, zodat hun hopelijk vlotte contact met de kiezer dan ook mooi kan worden vastgelegd. En wat blijft er voor ons over? De kiezer die blijft zitten met een tas vol met gadgets, met stickers, ballonnen, USB sticks en een handvol met rozen. Maar goed, de beste manier om zoveel mogelijk mensen in één keer te bereiken is natuurlijk voor een televisiecamera gaan staan. Waarom zijn politici niet van de beeldbuis af te slaan? Laten we eerst eens teruggaan naar de jaren 50, toen politici voor het eerst op televisie verschenen. Dat ging er heel gezapig aan toe. Journalisten hadden nog heel veel eerbied voor politici, helemaal geen lastige vragen, vooral veel excellentie. En je had al snel ook de zendtijd voor politieke partijen. Dat was en is oersaaie televisie waar toen al helemaal niemand naar keek. Dus partijen moesten op zoek naar een nieuwe manier om televisie goed te gebruiken. En ze dachten, weet je wat we gaan doen? We organiseren debatten, want dat belooft wel wat spektakel op te leveren. Nou, die eerste debatten, 1963 was het eerste debat, was helemaal geen spektakel. Dat zijn grijze heren die vooral met elkaar bezig zijn, die niet naar de camera kijken, die allerlei paperassen meenemen en de ene sigaret naar de andere opsteken, zodat de kijker thuis eigenlijk niets van dat debat te zien krijgt. Dus dat werkte niet echt. Ze hadden al snel door dat voor een goed gebruik van de televisie je een politicus nodig hebt met mediaskills. En die traden dan ook naar voren. In de jaren 70 groeiden dankzij de televisie mannen als Joop den Uyl, Dries van Acht en Hans Wiegel uit tot echte sterren. Sterren die zichzelf ook in de roddelbladen terugzagen naast de sterren uit de showbizwereld. En vooral Wiegel die was erg verliefd. De camera. En hier ziet u hem in een filmpje met een voor die tijd best wel geestige opmerking. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij achter de tafel. Dankzij die televisiedebatten groeiden de verkiezingen uit tot een wedstrijd. Als je die verslagen ervan leest in de kranten, nou die hadden net zo goed op de sportpagina kunnen staan. Journalisten schreven er vooral over alsof het een bokswedstrijd was. Met politici die de ring betraden om elkaar stoten boven en onder de gordel uit te delen. En je kon dan zo'n debat op punten winnen. Maar als je die wedstrijden terugkijkt, dan waren ze nog steeds erg saai. En dat kwam omdat de partijen van tevoren bepaalden over welke onderwerpen ze gingen debatteren. En tot in de jaren tachtig wezen ze zelfs de journalist aan die dan dat debat mocht leiden. Dus dat was geen vuurwerk. En dat veranderde eigenlijk pas eind jaren tachtig. Met de opkomst van commerciële televisie. En toen werden de vragen kritischer, de journalisten werden kritischer en de formats werden wat creatiever. Met als uh, hoogtepunt of dieptepunt, het is maar hoe je ernaar kijkt, het debat in de pauze van de soundmix show. Henny Huisman. 2002. Toen het uh, publiek uh, zelfs werd uitgerust met stemkastjes. Om te bepalen welke politicus het het beste had gedaan. Pim Fortuyn die meedeed vond dit te ver gaan. Nou zo bond maken de omroepen het tegenwoordig niet meer, maar elke omroep zendt wel zo'n beetje zo'n debat uit. Dus ze bepalen wel heel erg het verhaal over de campagne. Die zendtijd is er nog steeds, daar kijkt nog steeds niemand naar. Maar zo'n debat dat kan de campagne doen kantelen. Als je het goed doet in een debat. Ja, dan stijg je in de peilingen en doe je het slecht, dan zak je weg. Kijk maar naar 2012, Emiel Roemer schutterde in het debat, Samson schitterde en die verkiezingen groeiden uit tot een tweestrijd tussen Samson en Rutte. Maar hoe belangrijk dit ook is, die mediapresentatie, dat directe contact met de kiezer, als je het vertrouwen van de kiezer wil winnen, gaat het toch ook om wat je zegt, en hoe je het zegt, dus over je politieke boodschap. Maar als je dan goed naar die politieke boodschap kijkt, dan blijken alle slogans eigenlijk op elkaar te lijken. Waarom lijken alle politieke slogans zo op elkaar? Politieke partijen steken heel veel tijd en geld in het zo goed mogelijk formuleren van hun politieke boodschap. Verkiezingsslogans die worden uitgebreid getest. Er wordt kiezersonderzoek gedaan. Om na te gaan welke onderwerpen onder de kiezer leven, zodat je daar in je programma op kunt inspelen. Maar al dat kiezersonderzoek en ook de drang van partijen om zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden, heeft er ook voor gezorgd dat de politieke boodschap van partijen inwisselbaar is geworden. Die taal is heel erg op elkaar gaan lijken. Kijk maar naar de Photoshop-actie van Micha Wertheim, de cabaretier. Die in 2012 de slogans van alle partijen door elkaar husselde, zonder dat dat eigenlijk tot hele rare resultaten leidt. De VVD, hun Brussel, ons Nederland, ja, dat had best een slogan van de VVD kunnen zijn. 60 jaar geleden was dat echt ondenkbaar, want elke politieke partij had een heel herkenbare politieke taal, die politici en achterban met elkaar deelden. En dat was een taal vol met ideologische begrippen. Een taal waarmee partijen een toekomstideaal schetsten. Een stip aan de horizon plaatsten. Voor de socialisten was dat bijvoorbeeld de heelstaat voor de arbeiders. En die politieke taal die werd in verkiezingstijd in een papierlawine over het land uitgestort. Miljoenen aan pamfletten, brochures, verkiezingskranten. Vol met allemaal taaie en saaie ideologische retoriek. Heel veel tekst, heel weinig plaatjes. En op een gegeven moment kwamen de partijen erachter dat veel van dit materiaal ongelezen in de oud-papierbak belandde. En toen ze in de jaren zestig kiezersonderzoek gingen doen, bleek ook dat de kiezer zich helemaal niet meer met dit soort ideologische taal identificeerde. Maar dat hij veel meer keek naar de persoon van de lijsttrekker of naar zijn eigen wensen. En vanaf dat moment is eigenlijk die ideologische taal langzaam uit de campagne verdwenen. En die gemeenschappelijke taal die kiezers en partijen aan elkaar verbond, die verdween. En daarmee groeide ook de afstand tussen politici en kiezers. En je ziet dat heel duidelijk terug in de campagne van 1986. Die ging het CDA in met de slogan laat Lubbers zijn karwei afmaken. En hier zie je een partij die eigenlijk helemaal geen moeite meer doet om een aansprekend verhaal te presenteren. De boodschap is hier simpelweg: laat de oplossing van al die ingewikkelde politieke vraagstukken maar aan die technocratische bestuurders in Den Haag over. En dan komt alles wel goed. Nou, van dat vacuüm, dat ontbreken van zo'n gemeenschappelijke taal, daar hebben de populisten van geprofiteerd. Wat maakt hun politieke boodschap? Nou, zo effectief? Wat maakt dat nou zo succesvol? Nou, kijk maar eens naar deze woordenwolk van de PVV. En daar vallen eigenlijk twee dingen op. Op de eerste plaats de eenvoud van de boodschap. Een complexe werkelijkheid, want dat is de wereld waarin wij leven. Dat is een complexe werkelijkheid die wordt gereduceerd tot een heel eenvoudige tegenstelling. Je bent voor of tegen Brussel. Je bent voor of tegen de islam. En het tweede dat opvalt is de gemeenschapsretoriek. Het is heel veel we en ons en Nederland met Wildersdan als aanvoerder van de gemeenschap in strijd tegen een heel duidelijke vijand. Andere partijen die hebben nu zo'n beetje hun lesje wel geleerd. En die zijn ook weer op zoek gegaan naar zo'n mobiliserende taal. Je ziet dat de VVD die simplificerende tegenstellingen van de populisten heeft overgenomen. CDA heeft wat meer moeite om een nieuwe toon aan te slaan. Die kwamen in 2012 met we zijn een weiland. Niet heel succesvol. We zijn nu even aan het lachen over het CDA, maar eigenlijk als je goed kijkt, dan geldt voor alle politieke partijen, ook voor de populisten, dat er van armoede sprake is. Armoede omdat alle partijen geen antwoord hebben, in tegenstelling tot 60 jaar geleden, op de vraag wat voor toekomst ze willen. Ze hebben geen stip meer aan de horizon. Wat overblijft is eigenlijk wat vrijblijvend gepraat over het heden. Het gaat allemaal over nu en nu vooruit. Prima, maar waar gaan we dan naartoe? Dat is een vraag waarop alle partijen het antwoord missen. Dat brengt mij terug bij de vraag waarmee ik dit college begon. Hoe probeert een politicus jouw stem te winnen? Dat doet hij door jou recht in de ogen aan te kijken, door je op te zoeken. Door in de ring te gaan staan en politieke tegenstanders op televisie in het debat af te troeven. En door een politieke boodschap waarin ze een complexe werkelijkheid reduceren tot een heel eenvoudige keuze. Werkt dat nou echt? Levert dat hen nou meer stemmen op? Dat blijft eigenlijk altijd wat onduidelijk. Maar de geschiedenis laat één ding zien: politici zelf geloven er heilig in. Maar ze gaan ook altijd op zoek naar nieuwe manieren om jou voor zich te werken.